in de jaren 90 ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met het werk van Herman Brood. Dat heeft mij altijd gegrepen en geïnspireerd. Ik ben daar gaan verzamelen. En uiteindelijk als je gaat ruilen, kom je ook met andere kunst in aanraking. En zo is eigenlijk het hele verhaal van Jules Verne art begonnen. In ieder geval hebben wij voornamelijk moderne en hedendaagse kunst. En het woord kunst, dat bevat eigenlijk van alles. We hebben schilderijen, we hebben beelden, we hebben sculpturen, we hebben ook grafiek. We hebben ook fotokunst, hè. Dus we hebben eigenlijk van alles. Ook voor ieder budget. Via de website kan iedereen makkelijk producten bestellen. Wij hebben alle keurmerken ook voor de betaalmethode, maar misschien nog het belangrijkste, we zijn aangesloten bij de stichting Webwinkelkeur. Onafhankelijk kunnen klanten ons beoordelen nadat ze een bestelling hebben geplaatst. En het is voor mensen wel belangrijk om te weten dat als ze bij ons iets bestellen, dat het ook snel, maar vooral ook goed wordt geleverd. Ik merkte dat mensen het toch wel fijn vinden om hun kunstwerk ook in het echt te kunnen bekijken. Dus ik ben een samenwerking aangegaan met de mooie meubelzaak waar wij nu in staan. Dat is de Donjon op Eckersreit in Son. We hebben hem eigenlijk een soort platform gegeven waarin hij zijn werken mooi kan plaatsen. En het leuke is dat het voor ons weer een stuk aankleding geeft die hij 10 keer beter doet dan ik. We hebben verstand van mooie meubelen, hij heeft een verstand van mooie kunst en zo komt dat mooi samen. Elkaar. De rechts hangt iets afzonderlijk, maar we zullen eens even gaan kijken. Nou, sowieso is iedereen hier natuurlijk welkom. Hè. De openingstijden staan op de site. Het is alleen niet zo dat ik de hele collectie ook hier aanwezig heb. De hele collectie staat wel op de website, maar als mensen echt specifiek voor hun werk willen komen kijken, dan is het beter om even te mailen of te bellen. Dan zorg ik ervoor dat het werk ook hier is. Het mooie van de kunsthandel is dat je mensen iets kunt bieden waardoor hun interieur er echt op vooruit gaat. Dus dat je ergens iets neer kunt hangen waarvan mensen zeggen, nou, hartstikke mooi en bedankt. En dat geeft eigenlijk de meeste voldoening aan het hele verhaal.